een demo van mijn zelfgebouwde Tube Screamer. Hij ligt daar met kastje. Alleen ik krijg het niet goed in het kastje, want dan krijg ik kortsluiting ergens. Dat fix ik wel. Het ziet er ook uit als een zootje. De kabels moet ook korter. Maar ik laat je even horen wat dat pedaaltje doet. Hij staat nu uit. Je ziet het blauwe ledje niet branden. En dan heb je gewoon een mooi clean geluid. En nu doe ik hem aan. Een moment. Even zo. Zo. En dan heb je een beetje crunch. Zo'n soort hoor, doet hij het gewoon. En als de drive staat helemaal dicht. Want ik hoef geen drive. Dus hij geeft wel nog een randje mee. En een beetje meer mid en ook wat meer volume. Nu gaan we over het scheurkanaal. Zet ik hem weer. Kijk, je ziet dat hij aanstaat. Nu zet ik hem uit. Ups. En een scheurkanaal. Dus kijk, lampje aan. Wel aardig mijn scheurkanaal die versterken. Dan ga ik hem weer aanzetten. Kijk, staat uit. Lampje aan. Daar staat hij aan. Zoals je hoort is hij meer gain, feller, ietsje voller. Ik vind hem iets te veel treble hebben, daarvoor ga ik de chip veranderen. Dus ik zet hem nu weer uit. Zet hem weer uit. Kijk, dat klinkt hem weer zo. Kijk, let je aan. Dat was het.